Femke Beuning uit Emmeloord kijkt uit naar de derde wereldbekerwedstrijd in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. Beuling kwalificeerde zich in november verrassend voor de wereldbekerwedstrijden op de 500 meter. In november reed ze in Japan al de eerste twee wedstrijden van de wereldbekercompetitie. Vrijdag gaat ze nu op de 500 meter van start in Polen. Het is een nieuwe baan, de eerste overdekte baan in Polen. En ze hebben het allemaal best wel goed voor elkaar, dus de omstandigheden zijn goed. Je bent daar voor je derde wereldbekerwedstrijd. In november de eerste twee wereldbekerwedstrijden verreden in Japan. Hoe kijk je daarop terug? Dat is een super mooie ervaring, een hele mooie reis. En, twee weken die super snel voorbij zijn gegaan. En ook wel tevreden over mijn resultaten. Dit weekend mag ik weer in de A-groep starten. Omdat ik derde werd in de B-groep, de laatste in Tomakomai. Dus dat is wel heel leuk. Ja, er zijn twee groepen bij de 500 meter, zoals je al zei. De A-groep, dat is eigenlijk de elitegroep. Die bestaat uit 20 schaatsters. Ja. En daarnaast heb je de B-groep. Maar af en toe schaats je in de B-groep en dan weer in de A's, hè? Klopt. Bij alle afstanden heb je een A- en een B-groep. En eigenlijk bijna alle Nederlanders die starten wel in de A-groep. Omdat het niveau in Nederland gewoon hoog ligt. Eigenlijk alleen op de 500 meter voor vrouwen is dat een beetje anders. Dus dat is... Ja, wat veel mensen niet weten of niet helemaal snappen. Maar je moet genoeg punten halen in het wereldcupklassement om je te kunnen handhaven in de A-groep. Anders ga je zeg maar weer terug naar de B-groep. Hoe is dat om daar tussenin te laveren? Dat je de ene keer bij de B-groep schaatst en de andere keer weer bij de A-groep? Ja, het liefst doe je natuurlijk op het allerhoogste niveau mee in de A-groep. Mijn niveau is daarvoor misschien nog niet hoog genoeg op dit moment. Ja, dan hoort dat er een beetje bij. Dit weekend dus in Polen. Wat zijn je ambities? Vrijdag mag ik dus in ieder geval wel in de A-groep starten. En het zal wel lastig worden om daarin te handhaven. Maar ik hoop dat ik in de buurt van mijn PR kan komen. En dan zie ik het wel. Volgende week wacht de vierde wereldbekerwedstrijd in Heerenveen. Normaal gesproken een mooie wedstrijd voor Beuling. Maar naar alle waarschijnlijkheid laat ze die wedstrijd schieten voor het NK-sprint voor junioren. De laatste kans op een prijs voor Beuling, want het is haar laatste jaar bij de junioren. Dit is mijn laatste jaar als junior en daar doe ik mee om de prijzen. En bij de World Cup in Tialf is dat niet zo. Maar ja, het is natuurlijk wel een hele mooie wedstrijd waar ik heel graag aan mee wil doen. Alleen dat valt dus tegelijk, dus dat wordt kiezen. Twijfel je nog wat je gaat doen of ben je er al voor jezelf al wel een beetje uit? Op dit moment denk ik dat ik het wel weet en... Zoals het nu lijkt ga ik het NK schaatsen en niet de World Cup.